En dan Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Werd 5 jaar geleden vervroegd vrijgelaten, onder strenge voorwaarden toen. Maar hij vocht met succes zijn meldplicht aan. Met als heel belangrijk argument dat hij zou emigreren. Maar wat blijkt nu uit onderzoek van de Stenter? Hij woont nog gewoon in Nederland. Aan de telefoon CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ik dacht, dit is bedrijf 65 van het totale toneelspel van Volkert van der Graaf. Die zich eigenlijk niet gelegen laat liggen aan reclassering en aan afspraken. En het is een dermate belangrijke zaak. En we zien het vaker dat ex-gedetineerden zich eigenlijk nauwelijks aan de regels houden. Dus we hebben gezegd, die hele regeling moet op de schop. Die gaat ook op de schop. We hebben een nieuwe wet voorwaardelijke invrijheidstelling, waarin de invrijheidstelling sowieso veel korter is. En alleen maar plaats mag vinden als iemand echt heeft meegewerkt en zich ook aan alle regels houdt. Dan hadden we, als we deze wet hadden, Volkert van der Graaf al niet eerder vrijgelaten. Maar voor de toekomst moet dit nu echt gebeuren. Ja, want laten we even helder zijn. Hij doet op dit moment niet iets wat wettelijk niet mag. Nee, maar wat hij iedere keer doet is net niet zich aan de afspraken houden. Maar op een manier die maakt dat je niet kan zeggen dat hij daarmee een extra gevaar vormt. Hij houdt zich gewoon niet aan wat hij zegt. Hij houdt zich niet aan toezeggingen. En hij hield zich eigenlijk niet aan afspraken met de reclassering. En daar kan hij mee wegkomen. Niet ernstig genoeg. Ja, daar kon hij mee wegkomen. Ja. De rechter zei, alleen wanneer er een heel concreet gevaar is, kan je eigenlijk die voorwaardelijke invrijheidstelling schrappen. Dus niet iemand eerder in vrijheidstelling stellen. Maar daarvan hebben we gezegd, dat moet eigenlijk andersom. Die automatische invrijheidstelling moet gewoon stoppen. Die stopt dus nu ook. Het wetsvoorstel ligt voor in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid voor. En dat maakt dus dat straks iemand gewoon zijn straf uitzit. Als hij zich heel goed gedraagt, objectief goed gedraagt, kan die maximaal 2 jaar eerder vrijkomen. Maar met veel striktere voorwaarden waar iemand zich dan echt aan zal moeten houden, doet hij dat niet, gaat hij gewoon terug de bak in. Oké, maar wat dan met Volkert van der Graaf? Dit moeten we gewoon zo laten. Niks aan te doen, we zijn te laat. Ik denk dat we er in ieder geval heel erg kritisch op zullen moeten blijven. Want zodra hij iets doet wat niet volgens de afspraak is, echt concreet niet, zouden we meer in de kraag kunnen vatten. Maar soms is het nou eenmaal zo dat rechters anders besluiten op basis van oude wetgeving. Wij zijn al langer die strijd aan het gaan, omdat wij willen dat die voorwaardelijke invrijheidstelling veel minder automatisch wordt. Uiteindelijk hebben we daar nu eindelijk een meerderheid voor. Dus het is zaak om die wet snel door de Kamer te krijgen. Hartelijk dank, Madeleine van Torenburg. Hier in de studio zit Elsevier publicist en rechtsgeleerde Afsin Ellian. Fijn dat u er bent. En directeur politieke zaken Han ten Broeke van het Strategic Center. We gaan straks praten over de Turkije-deal. Want klopt het dat die omstreden deal eigenlijk overbodig zou zijn, want dat was nieuws van deze week. Een peperdure maatregel die misschien overbodig zijn. Reden om daar eens even in te duiken. Maar eerst van u beiden ook een korte reactie op die zaak Volkert van der Graaf. Het lijkt erop dat we misschien nu wel maatregelen gaan krijgen in Politiek Den Haag. Maar daar zijn we dan nu in het geval van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, te laat mee, zo lijkt het. Afsin Ellian, als je rechtsgeleerde bent, hoe luistert dat dit in dit verhaal? Ja, wat werd net uiteengezet is waar. In de toekomst kan OM anders opereren. Maar het blijft overeind. Ik bedoel, de kwestie van Volkert van der Graaf is niet alleen een juridische kwestie, maar een morele kwestie, maar een maatschappelijk vraagstuk. Die man heeft op klaarlichte dag een politicus hier omgelegd. Echt een enorme impact gehad op de democratie en democratische processen. Nou ja, hij is de man die van linkse juristen heeft geleerd om te procederen. Hè, voor koeien, voor gras, voor. En op één dag kon hij niet meer procederen, namelijk tegen democratische besluit van het volk. Dus had hij besloten om Pim te doden, heeft hij ook met succes gedaan. Ja, oké, de wet was zo en daarom komt hij vrij. Maar neem niet weg. Kijk, de rechter heeft, als ik me niet vergis, in zijn besluit gezegd, meldplicht gaat weg omdat hij gaat emigreren. Nou ja, hij gaat niet emigreren. Dan is mijn vraag, moet niet minister, of althans de overheid vragen aan de rechter, kijk naar nieuwe gronden misschien zijn er om meldplicht in te voeren. Dus u zegt, nee, het is helemaal geen verloren zaak. We kunnen wel degelijk Volkert van der Graaf weer achter de tralies krijgen als we opnieuw naar de rechter meldplicht. Nee, achter de tralies. Hij had een meldplicht. Daarvan kan hij, geloof ik, nu per e-mail kan hij daaraan voldoen. Dat is natuurlijk op zichzelf al behoorlijk toegeeflijk van de kant van de rechter.
staat richting deze meneer die alle mogelijkheden en ook onmogelijkheden maximaal benut om de rechtsstaat in zijn eigen voordeel te laten werken. Daar is de rechtsstaat niet voor bedoeld. Dus nou moet de rechtsstaat maar wel voor geschikt blijkbaar. Dat kan. Kijk, de rechtsstaat is taai. Dat is maar goed ook, want daar levert ons allemaal vrijheid op. En sommigen maken misbruik van die vrijheid. Volkert van der G is zo iemand. Dat weten we. Het is een freerider op de vrijheden die er nu eenmaal zijn. En daarom moet de rechtsstaat nu ook zijn tanden laten zien. Dat betekent dat de Kamer nu eindelijk moet doorpakken met die voorwaardelijke invrijheidstelling. En als de voorwaarde voor dat zeg maar laconiekere regime was dat hij zou vertrekken. En hij heeft dat niet gedaan omdat hij een beetje zit te ontspannen in zijn huis in Apeldoorn. En geloof ik nog zijn buitenhuisje in Harderberg of Harderwijk. Ik weet het nog niet eens. Maar en hij is niet vertrokken naar Australië of weet ik van wat voor plek. Dan vind ik dat de oorspronkelijke situatie weer hersteld moet worden. En dan moet hij zich maar weer gewoon persoonlijk gaan melden. Met alle beperkingen die erbij zitten. Het is van 2-1 en we zijn voortdurend te laconiek op dit soort zaken. En dat holt het rechtsbesef bij mensen uit. En daar moet die rechtsstaat zich nog veel meer zorgen over maken dan dit soort inderdaad, het is aan burgers eigenlijk gewoon niet uit te leggen. Hè? Ja. Dit is een politieke moord die heel Nederland op zijn kop heeft gezet. Ja, daar heeft de man voor geboet. Daar heeft hij de straf bij gekregen die wij daar met z'n allen voor hebben bepaald. Daar kan iedereen het zijn ervan vinden of het haar ervan vinden. Maar vervolgens komt er een voorlopige invrijheidstelling met beperkingen. En hij wenst van die beperkingen te worden vrijgesteld. Dat krijgt hij nog voor elkaar. Ik denk dat dat al kwestieus was, maar goed, het is gebeurd. Onder de voorwaarde dat hij zou vertrekken. Doet hij niet? Prima. Direct weer het oude regime terugzetten.